goed. En we hadden net al een jong talent uit Estland, die Gerli Linname. En we gaan nu naar de tweede, die dus ook Glebova voorbij is gegaan in eigen land op de nationale kampioenschappen. En ook zij debuteert op een groot seniorentoernooi. Svetlana Isakova, 17 jaar oud. Daar was de coach in beeld. Irina Kononova. Ja, geen hoge personal best of seasonal best, 31 punten. Dus ze zal echt alle zeilen bij moeten zetten om zich te kwalificeren. Ik kijk even bij Jeroen op de biografie. En ze heeft inderdaad getraind bij Anna Levandi. Want ik vond het vreemd, ik heb haar in het verleden bij Anna gezien. Maar goed, die is dus van coach gewisseld. Drievoudige toloop. Oeh, met een dubbele. Drievoudige flip. Licht aangetipt met vrije voet. Overdraaide dubbele aksel. Isakova ook met een met die opbouw van de kuur, beginnen dus met drie sprongen en daarna de rest. En dan krijg je dus twee pirouettes op het eind van de kuur. Ja, op de klanken van het concert van Felix Mendelssohn was dat Svetlana Isakova uit Estland. De tweede deelnemster uit Estland en allebei zaten ze dus in deze groep. Geboren in Tallinn. En inderdaad had zij getraind bij Anna Levandi. Ze traint dus in Tallinn, maar ook in Jelgava in Letland. Die Baltische landen werken dus ook met elkaar samen. Het is een trainingsbeest hoor, 36 uur per week in de zomer. Dat is veel. Daar bouwt ze dus de techniek en de programma's mee op en 24 uur in de winter. Deed mee aan het junior circuit in Brasov, een 19e plaats. En in de Ice Challenge in Graz was ze 12e, dat was in de senioren. Was vierde hier in het vijfde herstel in het kwalificatietoernooi, net achter Romy Bühler. Maar ik denk dat die Bühler vandaag veel en veel beter was, Saja. Ja, absoluut. Ik vond eigenlijk ook haar landgenootje beter. Het is van nature geen echt charmante, elegante rijdster. Nee. En dan het is hard werken, die kuur. Dan vind ik dus die keuze van die muziek, dat lyrische vioolconcert van Mendelssohn, helemaal niet bij haar passen. Die combinatiesprong was ook vrij zwaar geland na de eerste toeloop. We zien dat hier. We moesten eigenlijk allebei zeilen bijzetten om die tweede er nog aan te doen. Ja, heel zwaar. Ze ploft op het ijs hier. Ja, met de vrije voet dus erbij op de landing. Nou, hier de dubbele aksel overdraait. Dat zien we hier. Een beetje buiten de cirkel. Nou, ik
kunnen hem niet meer houden op één been. Maar goed, het is een rijdster waar ze in die programmacomponenten, als we het goed doen, jury, wat naar beneden zouden moeten gaan. En dan heb ik het over bijvoorbeeld performance execution. Dat component dus voor, wat zit er in lichaamshouding, personality. Maar ook interpretation, hè? De interpretatie van die muziek, het gebruik maken van de accenten in de muziek, lichtvoetig schaatsen, lyrisch zoals die muziek eigenlijk dicteerde. Nou, dat was er eigenlijk niet bij. We zullen eens kijken wat dat... We kunnen dat zien hier op onze computer hier. Hier staat op de baan. Eens kijken wat ze dan scoort straks. Interessant om even te kijken wat haar laagste component was. Voor mij interpretation. Zal zich waarschijnlijk wel plaatsen met deze kuur voor de finale. De cut ligt nu bij 38,5 punt ongeveer. Alexandra Kunova uit Slowakije, 38,67. Die punt in het scoresprogramma. Ja, vijfde plaats, 42,30. En inderdaad, transities het laagste en interpretation het laagste van de twee components. Isakova gaat naar de vijfde plaats. En is currently in